Een hele goede morgen. Ik ben net wakker. Ik ben echt super moe. Maar ik ben met Lily naar de dierenarts. Want Lily de nageltjes groeien krom in de voetjes. En het doet super veel pijn. Maar als ik ze ga knippen, dan wordt ze helemaal wild. Dus ik ga even naar de dierenarts. Ga even een mooie pedicure voor Lily doen. Hey baby. Kijk eens hier. Kijk eens hier dan. Oh ja, kind hè. Baby. Hallo baby. Hallo baby. Ja. Lily. Ik wou haar gewoon die hele rit sparen. Zo, Lily de nageltjes zijn geknipt. Ze waren echt heel... Ja, Lily de nageltjes groeien gewoon heel erg krom. Waardoor ze gewoon zeer gaan doen. Ik heb even voor Lily... Lila wat lekkers gehaald. Even lekker zalm en tonijn. Dat vinden ze lekker. Dus als ik thuis kom, dan krijgen ze lekker een beetje zalm en tonijn. Ik ga nu naar huis rijden. Ik ga vandaag iets super spannends doen. Dat zien jullie vanzelf. Anders verklap ik het gelijk. Maar ja, soms maak je foute keuzes in het leven en die moet je dan oplossen. Zo, nou, ik heb even boodschapjes gehaald en nu even snel naar huis rijden en dan naar, dat is nog steeds een verrassing, maar eventjes eten maken. Dionne is bij Eli, dus ik ga snel naar huis. Wat ik niet weet wat ik moet doen, ben ik. Oh. Vind jij het ook lekker? Een beetje moet oversteken. Wacht even. Wacht even. Ik moet even kijken. Eli! Ben je moe? Hello. Oh, dan niet. Ga zitten. Maar dan niet, joh, lelijkheid. Oh,
snel. Gaat het pijn? Eerst een beetje, maar nu kan het eigenlijk wel mee. Gewoon niet echt lekker of zo. Die van jou is bijna in één keer weg. Normaal. Waar zijn we net geweest? Het is eraf. Doei! Later. Later. Ja. Wat heb ik nou gehoord, Eli? Heb Dion gewoon ijsje voor jou gekocht al? Ja. Maar jij was stout. Ik moet ijs eten. Maar jij was stout. Jee! Poepijs, hè? Niet? Wat voor ijs heb jij op dan? Ijs. Een grote of een kleine? Kleine. Een kleine. Ja. Maar ik vind dat helemaal niet leuk, want jij was stout tegen mama. Nee! Maar jij kan wel mama weer kusje geven daarna. Nee! Ben je boos op mama? Ja. Waarom? Dan. Omdat ik stout ben. Ja. Maar waarom ben ik stout dan? Wel. Gaat het? Met mij wel, bij jou? Ja, bij jou. Sla rechtsaf naar de Conradkade. Ik baal alleen dat ik nu verkeerd rij. Ga je verkeerd? Keer om bij de Suezkade. Ik moet hier omkeren. Hier zo. Ja. Maar deed het pijn? Vond jij het pijn doen? Ja, ik vond het wel pijn doen. Niet, maar niet heel pijn. Ik blijf 3 kilometer doorrijden. Ja? Ja. Een ongeval op A13 zorgt voor 39 minuten vertraging. Je zou om 17:45 s'avonds bij je bestemming moeten aankomen. Nou en? 17:30 s'avonds? Eten! Maar... Nee, vond jij het pijn of niet? Ja, een beetje. Niet heel erg. Ja, ik heb natuurlijk een veel groter stuk als jou. Je had een heel klein pissie. Ja, ik vind het echt pijn. Hoi, je auto! Voor het lekker gevoel. Best wel. Hij auto! Dion vond het weer super fijn. Nee. Wij hebben trouwens ook nog wat leuks voor jullie. Rijden! Ja, we gaan al rijden. Rustig. Hoor je dat? Je rijden opschieten. We hebben honger, denk ik. Opzouten. Over 400 meter sla rechtsaf. Wat leer jij hem altijd? De S200. Echt wel? Dat heb ik niet gedaan. Wat leer je hem altijd? Zeg dan. Opzouten. Chickies, hé dan. Nee. Daar, chickies. Daar zo. Zeg. Hier. Kijk, al die chickies kijken naar jou. Ja. Ja. Chickies. Kijken. Ja. Zeg hallo chickies, zeg maar. Hallo chickies. Zeg maar, ik ben Eli. Dion van X on the Beach weet hem weer manieren. Hallo, chickies. Chickies. Hier, doe je eigen raam open, want dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ja. Oh, hij kan het wel. Oh. Maar krijgt hij hem ook dicht? Hallo, chickies. Hier, er staat er een bij het slot dicht. Hier zijn er een paar. Zeg maar hallo chickies. Kijk, hier zo. Hier zo. Hallo chickies. Hadden. Hallo chickies. Zeg dan. Jee. Blijf 3 kilometer doorrijden met de S200. Hey. We zijn stout. We hadden ook nog een superleuke kortingcode. Hallo. Mijn kortingscode voor 10% korting op een laserbehandeling is Destiny 20, toch? Nou ja, dat is toch 20%, neem ik aan.
Op Destiny 10. Ik weet niet meer wat het was. Maar ja, bel maar even. Wacht, ik heb het hier. Jawel. Mijn kortingscode voor 10% korting is Destiny 20. Dion's kortingscode is Dion 20. Dan krijg je 10% korting op je laserbehandeling. Over 6 weken moeten we weer terugkomen. En dan gaan we nog een keertje. En dan is het na een paar keer is het weg. Doei doei. Zeg er nou eens wat van Dion. Van wat? Vond je het leuk? Dank je wel. Jij? Ja. Ik had alleen weinig steen van jou, hè? Met die... We hebben ook superveel leuke reacties gekregen onder onze Q&A. Wil ik jullie even voor bedanken. Echt superleuk. Wel echt leuke reacties, hè? Mm-hmm. I'm happy. Gaan we naar de Mac? Ja. McDonald's? Ja. Ja? We gaan naar de Mac. Wow. Hoe rij je? Ga je naar door de stad heen? Nee, je moet tot de snelweg op. Zo, is dat deze kant op dan? Ja. Oh. Daar woont Joey, als je rechtdoor gaat. Ja. Weet je nog wel van vorige keer? Ik woon in de stad. Ik woon in jouw hart. Ja, blijf daar maar zitten dan. We hebben het echt een lekker ding. Vind je? Ja, vind ik echt. Een appel van de Mac nemen, vind je moeder leuk? Nee, mijn moeder vindt die appels vies. Snap ik. Ook tuiten! Ook tuiten! Ho, ho, ho. Tuiten! Wat? Mama niet ook tuiten! Moet ik opzouten? Ja. Waarom? Mama niet ook tuiten! Zo, waarom ben je zo agressief? Ja! Waarom? Ja. Luister, ik zat net met hem in de auto. Ja. En ik deed even, ik wou muziek voor hem aanzetten, toch? Ja. Dus ik deed mijn sleutel zo. Hij zegt, nee, niet rijden. Mama hier zitten. Zei hij dat? Ja. Was je bang? Nee, dat niet. Nee, dat niet, zegt hij ook serieus toch? Doe nou rustig aan tegen mij, anders geef ik even een klapje tegen je kuit aan. Tegen mijn kuit? Ja. Maar wat doe ik nou weer verkeerd? Dat kan echt niet, dat doet echt pijn. Het prikt wel een beetje bij mij, man. Ja, bij mij prikt het zwaar. Heel mijn been is eraf gebrand. Het stinkt ook. Ja. Het is verbrand vlees. Mooie hart van. Ik hou van branden. Brandend gevoel vind ik fijn. Dat heb ik elke avond. Brandend gevoel. Gaat het, Jeffrey? Wat zit deze dat achter is, mijn knie? Het is ook een aardig kapsel, dit. Zo. Oh, Dion. Maar wat vind jij eigenlijk van de Q&A en van de vragen die je krijgt? En van alles eigenlijk, dat nu alles... Ja, alles in jouw leven is nu ook anders. Ik moet wel weer wennen, een camera op me gericht heel de dag. Ja? Ja. Vind je het vervelend? Nee, ik ben het wel een beetje gewend. Je vindt het leuk? Ja hoor, Dion vindt het gewoon leuk. Ja. Nee, maar wat vind je ervan, van alle reacties en van alles? Ja, ik heb sowieso heel veel leuke reacties gezien, dus dat is altijd wel leuk. En? Bedankt nog een keer voor. Vind je negatieve reacties vervelend? Nee, daar kan ik wel mee omgaan. Ja? Niet iedereen hoeft mij leuk te vinden, toch? Of ons leuk te vinden. Maakt mij niet uit. Nou en. Ben je toch lekker negatief? Negatieveling. Nou, dat moet ik helemaal niet doen. Dat kan ik ook wel. Lekker ventje heb ik toch, hè? Nou hè? Nou. Je hebt het echt goed getroffen. Ja! Ik mag ook niet klagen hoor. Nee? Nee. Nou, we zitten al een uur in de auto, slakken tempo. Dion stond te douchen in de douche. En hoe kom ik toen naar de douche toe lopen? Doe jij te zeggen? Ze kwam, ik stond te douchen, kwam ze heel bescheiden.
bijna bang. Schat, mag ik even mijn benen scheren of is dat raar? Ja, ik zeg, ga je gang maar. En toen ging je heel lief op je knieën zitten, op je hurken. Toen heb ik een beetje geholpen nog. Toen deed je mijn voet zo op je been en toen heb hij mijn benen ingesmeerd met scheerschuim. En toen heb ik mijn benen gescloren. Dat zag echt romantisch uit. Nou. Als je maar bij me bent, hè. Het zag er echt romantisch uit. Het was echt wel gezellig. Mm-hmm. Wij doen alles samen, toch? Ja, maar ik had een beetje stoppels en ik ging mijn been lezen. En ik denk, ja, moet ik wel even een beetje scheren, toch? Ik kan er niet met haar mijn been daar gaan liggen. Mogen we dat ding er al afhalen, trouwens? Nee. Nee? Laat maar zitten. Niet eraan zitten. Ik ga met kotsen. Eeuw. Echt vies. Lekker heb je moeder Eli? Ja. Heb je ook een hamburger? Heb ik een hamburger? Ja, toch? Ja. Ja, ik zeker? Ik weet het even niet meer. Oh. Gewoon. Dan zit het tot de deks vol. En er zit nog ijs in. Hey, ik heb altijd wat te zeiken. Mm. Hoeveel zit hier van mij dan? Ook gierig. Ik heb bijna een halve beker. Dat is wel lekker en gezellig. Ja, hè? Ja. Heel gezellig. Heel vrolijk was je ook. Ja, schat. We hebben hoe lang erover gedaan? Bijna 2 uur. Om eventjes uit Den Haag naar huis te rijden en naar de Mac te gaan. Alleen van het stuk van mijn huis naar de Mac was een half uur. Een half uur, nog langer, 40 minuten. En daar ben je niet gelukkig van, hoor. Jij wel? Nee. Wat ik vrolijk ben. Hm? Huh? Wat ik vrolijk. Jij wel best gezellig. Met de likjes te zingen, op het dak te kloppen. Hé, hey, moraal, Tasje. Dit is saus. Ja. Lekker hè? Jij vindt dit lekker hè, dit? Wat? Dit. Ja. Nee, niet dan. Jij hebt vies. Kom je doen? Mama. Ja. Op. Was die lekker? Ja. Top. Ja. Geef die dop eens. Heb je lekker geet? Geef die dop eens. Sorry schat. Ik hou van jou hè. Ik mijn benen heeft wel pijn. Ik zit als een gewonde in de auto. Gaat het? Huh? Gaat het? Nee. Ik zag dat je het duwde in die prullenbak. Prullenbak lag bijna in de sloot. Eli, ik hou zoveel van jouw moeder. Nee. Jou hè? Opzouten! Moet ik opzouten? Ja! Oh. Eén opzouten! Oh, dat is lief. Mama opzouten! Mama ook opzouten hè? Ja.
Zullen we samen opzouten dan? Nee, oh. Niet mij alleen laten. kijk maar, Eli, doe niet meer. Ik heb, tenminste ik, Dion heb dan mijn benen ingesmeerd. En even gewassen. Hij heeft aan de achterkant voorzichtig ingesmeerd. Ik heb echt zo'n kuit. My god. Dat was wel echt heel schattig hoe die het deed. Nou, Eli mag even nog deze film afkijken. En dan ga ik jou lekker op bed leggen. En Dion heeft nachtdienst. Mama is alleen. Met jou. Dion die gaat zo slapen. Ik ga even gewoon bij hem slapen. Hey, nee, ga ik hem opbrengen. En dan heb je nachtdienst dus. Ja, inderdaad. Voor monsters. Zo kan je het ook. Nou, Dion en ik liggen in bed. Ik lig ergens een urkel. Met mijn benen helemaal als een korkje zo hier in bed. Zegt hij, ja, dat doet toch niet zo heel veel pijn met zijn zwaaie schaafwond. Lijkt een korsje heb die. Ik heb zwaai heel mijn kuit. Gaat het? Ja, jij hebt zo'n nachtdienst. Het is echt liefst dat ik bij je kom, hè? Mm-hmm. Mm. Anders kan ik niet slapen. Gaat hij lachen? Dit is mijn teddybeer. Ik ben even met mijn vriendin aan het bellen. Ondertussen heb ik even een lekker rap gemaakt met Sam. I like it. Een stukje zelf niet. Ja. Mm. Zo lekker. Ja, is het lekker? Ja, Dion heeft nachtdienst. Ik ben helemaal alleen thuis. Zo chillig. Maar goed. Ik vreet mijn eigen babbel. Ik heb net even mijn huis gestopt. Ik heb ook mijn vriendin aan de telefoon. Die zegt tegen mij. Wow, het is 1 uur. Jij bent gewoon je huis aan het stoppen. Heel heftig. Maar goed, hè, wat moet je anders doen? En ik ben mijn vlogs aan het bekijken. Ik krijg echt super leuke reacties. En ook echt heel veel kijkers heb ik. Echt super leuk. En ik ben gewoon weer blij dat ik weer lekker terug ben. En dat ik eindelijk weer doe wat ik leuk vind. En oh wow, ik schrok zo erg van Lily. Wow, je sprong op de stoel. Ik schrok van jou. Wow. En ja, ik had naar Dion gestuurd. En Dion zegt ook, lekker bezig schat. Ik ben trots op jou, bla bla. Echt super lief. En ik mis hem eigenlijk echt super erg. Ja. Ware liefde, hè. Het is wat. Hey Lila. Pippi. Oh, mijn baby, mijn baby, mijn baby, mijn baby. Mijn baby. Baby. Kijk hoe ze ligt. Yeah. Oh, baby, jij bent mijn katje. Mijn lieve katje. Ik ruik allemaal rare geurtjes. Ik word er helemaal gestoord van. Ik ruik alleen maar rare geurtjes. Echt raar. Dus dat is wel leuk dat jij een chatje krijgt. Mijn hond die snuft alles bij elkaar. Ik hoor hem hier nog spinnen. Oké, baby. Ik wil nog maar een klein tipje doen hoor. Nee, dat is wel heel weinig. Je staat in de vlog. Ja. Oh no, ja, not with my face like this. Ik ben helemaal. Maar echt. Like for real. Ik lig nu lekker in bed. Ik ben nu met mijn vriendje Joey aan het praten. Alweer. Ja. Oh mijn lord, joh. Ik ben destination gewoon bang in het donker. Ja, kijk. Ik heb nu mijn spotjes aangezet. Van mijn kast. Kijk. Zeg dan. Want
Kijk, ik ben nu ook met Joy aan het bellen, maar ik ga nu iets onthullen. Ik ben bang in het donker, maar ik ben alleen thuis. En dan hoor ik die katten rennen door het huis. Ja, ik krijg er gewoon een heel naar gevoel van. Ik heb een nachtlampje. Ja, maar een nachtlampje is kapot klein. Dat is niet genoeg licht. Ik moet alles kunnen zien. Ja, dan moet je zo'n zoutlamp kopen. Die verlicht echt heel je kamer, maar wel lichtjes. Dat valt mee hoor. Nou, die van mij wel. Die van mij geeft een lampje. Nou. Maar jouw zoutlamp heeft denk ik al veel meegemaakt. Ik heb wel eens gelikt aan die lamp en hij is echt zout. Ja, het is echt heel raar. Mijn komt uit Pakistan soms hoor. Oh, mijn weet ik niet waar vandaan. Het was mijn kerstcadeau en ik heb er echt 5 maanden op. Nou, jullie weten wat jullie voor mijn verjaardag moeten kopen, een zoutlamp. Ja, ik zweer, dat zijn goede energie ook. Ja, daar krijg je echt een zen gevoel van. Ja, ik wil daar nu niet over praten, over energie hoor, want dan val ik helemaal dadelijk uit mijn bed. Oh. Hoezo? Ja, dat vind ik gewoon angstig. Ja, omdat je alleen maar aan angstige dingen denkt. Jij maakt jezelf gewoon bang. Nou, jij bent ook lekker aardig voor mij als ik zo in mijn bed lig. Nee, maar ik bedoel het niet onaardig, maar dat heb je gewoon. Daar kan je toch niks aan doen? Ik bedoel, ik heb dat toch ook. Ik had eergisteren slaapverlang, toen zat ik ook mezelf gek te maken. Toen dacht ik ook, oh mijn god, ik hoor allerlei dingen. Toch dat er mensen binnenkwamen. Nou, en jij durft nog te kijken wat de katten doen. Nou, kijk hoor, ik ga echt er liggen. Ik ga nog net niet onder de dekens liggen zo in mijn hoofd. Nou, ik durf gewoon niet met mijn vingers of met mijn ledematen buiten de deken te liggen, want ik ben bang dat ik aan mijn teentje eruit getrokken wordt. Nee, dan moet je met je kontje liggen, dan gaat het kontje eten. Nou. Waar kan je af? Ja, jij houdt er wel van, hè, Joe? Ja, hoor. Hey, Joey. Maar dit mag echt niet. Zwarte dingen van die mascara nog onder mijn oog. Zie je dat? Ja, ik zie het. Maar je ziet er gewoon goed uit. Dankjewel, jij ook. Dat lieg je. Jawel, dat lieg je. Je houdt echt niet meer van mij. Jawel, oh. Als jij gaat vloggen, moet je echt leren om normaal te praten. Ik kan wel, ik, ja. Anders krijg je geen geld ervoor.